Goedendag beste kijkers en welkom bij deze 41ste aflevering van ATV COVID-19 Update. Ja, we zijn al 41 afleveringen bezig om u die informatie, updates te brengen, maar natuurlijk ook inzichten met betrekking tot deze COVID-19 pandemie die niet alleen Suriname treft, maar ook de hele wereld. Bepaalde delen van de wereld hoor je, er zijn geen nieuwe gevallen, komen weer gevallen. Dus we zijn nog even erin. Suriname is COVID-vrij. Geen nieuwe besmette gevallen gemeld. Maar volgens de WHO-regels moet je nog steeds aangeven dat er 10 personen besmet zijn. 9 zijn genezen verklaard en 1 persoon is helaas overleden. En intussen zijn ook 509 personen in quarantaine. Er worden repatriatievluchten en vaarten vanuit Guyana, vluchten vanuit Europa, de regio voorbereid naar Suriname. En zoals de overheid dat doet, gaat iedereen netjes in quarantaine. En als na 2 weken blijkt dat je geen verschijnselen vertoont, dan mag je weer lekker in de Surinaamse samenleving. Laten we het allemaal zo houden, laten we de voorzorgsmaatregelen goed in acht houden. Dan weten we zeker dat we COVID-vrij blijven. Onze gast van vandaag is niemand anders dan Nisha Madaren. Welkom Nisha. Dankjewel. Nisha is een heel populaire artiest, niet alleen in Suriname, maar ook daarbuiten. En natuurlijk, we weten dat Nisha heel bezig is. En vanwege de COVID-19 pandemie, denk ik dat je ook natuurlijk gast terug moet nemen. En maar voor we daar naartoe gaan, hoe ervaar je persoonlijk deze hele COVID-19 gebeuren? Ik moet eerlijk zeggen dat ik, het is sowieso erg wat er allemaal gebeurt. Ik vind het heel erg dat er 1 persoon is overleden in Suriname, natuurlijk meer mensen. Maar als ik naar Suriname moet kijken, vind ik het heel erg dat 1 persoon eraan is overleden. En aan de andere kant, ja, het is niet leuk als je zeg maar je ouders ontmoet en je kan ze niet eens aan een knuffel geven, je moet echt op afstand blijven en zo. Maar goed, het is voor je eigen veiligheid nu. Dat vind ik eigenlijk de minder leuke kant. Ja. Mm-hmm. En hoe ben je ermee omgegaan? Persoonlijk, ben je binnengebleven? Was je bang? Ben je toch naar buiten gegaan? Ik ben een bangerik. Dus ik was in het begin heel bang. Als ik even kriebel had in mijn keel, dan was ik al bang. Dan liep ik s'avonds niet. Dacht ik van, dan op mijn ademhaling letten, dat soort dingen. Maar nu ben ik niet meer zo bang, omdat ik me hou aan de regels. Mm-hmm. Ja, vandaar. Oké, dat is mooi. En heeft het een enige invloed gehad op je schema als artiest? Nou, eigenlijk is het zo dat ik vorig jaar oktober had aangegeven dat ik mijn rechtenstudie weer zou oppakken en dat ik ook zou beginnen met het conservatorium en dat ik mijn carrière een beetje op een laag pitje zou brengen. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk al zo. En toen kwam dit van COVID en er is wat dat betreft eigenlijk niet veel veranderd, omdat ik eigenlijk niets aan het schrijven was of zo. Ik was meer bezig met mijn studie. Mm-hmm. Mijn studie is een beetje, ja, we hebben een paar weken niks gedaan, omdat men het nog even aan het aankijken was. En daarna is men overgegaan tot online lessen. Ja. En daarmee zijn we intussen ook al gestart. Mm-hmm. Dus dat gaat wel goed. Oké, dus met muziek doe je voorlopig ook niks meer? Niet helemaal niks. Conservatorium, dus ik blijf trainen. En ik heb sowieso nu meer tijd om mijn stemoefeningen te doen. Dat is wel zo. Dus dat is het enige wat ik voorlopig doe, maar niet dat ik liederen schrijf of opneem of zo. Ik vind het ook niet veilig om nu naar de studio te gaan en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. En stemoefeningen moet je, ja, je kan al heel mooi zingen als je het mij vraagt. Moet je toch nog stemoefeningen doen? Zeker wel. Er is nog heel veel te leren. We leren eigenlijk, mm-hmm. Ja, muziek is oneindig en je blijft doorleren. Vandaar dat ik ook ben gestart met het conservatorium na 4 jaren Indian Classical Music. Maar dat blijf ik ook doordoen thuis. Dus je gaat je rechtenstudie doen, conservatorium, en dan, je schrijft muziek niet helemaal af. Hoe ga je dat allemaal combineren? Het is te combineren, die 2 studies. Vandaar dat ik eigenlijk mijn carrière een beetje op een laag pitje heb gebracht. Ik kreeg optredens en zo, die heb ik niet aangenomen. Ik was wel van plan, in september zou ik op tour gaan naar Nederland. Dat doe ik elk jaar. Dat is wel gecanceld vanwege de situatie. Mm-hmm. Dus dat is het enige wat... Mama's. Zal je die organisatie, word je daar weer uitgenodigd of
is het helemaal van de baan. Dus het is eigenlijk voorlopig on hold gezet. We kijken het even aan. Ja. Oké. En wat houdt jou positief als persoon? Wat me positief houdt? Mm-hmm. Ik probeer eigenlijk uit elke situatie iets positiefs te halen, hoe moeilijk dat ook. Bijvoorbeeld als je kijkt naar, ik lees heel veel over de aarde zelf, dat het nu veel beter gaat met de aarde zelf, sinds de COVID-situatie er is. De mens is in de rust. Precies, dat is de goede kant weer. Ja. En aan de andere kant, ik heb altijd gehouden van planten. En nu heb ik veel meer tijd en ik kan veel meer planten nu. En ik kan veel meer met mijn dieren bezig zijn thuis. Mijn honden, mijn papegaai. Ze krijgen allemaal veel aandacht nu. Ze kregen al voorheen aandacht, maar nu kan ik ze meer aandacht geven. Ik hou van koken. Voorheen kon ik dat niet zo vaak. Maar nu kan ik elke dag koken. En nog een voordeel, wat ik graag wil delen. Elk jaar hebben we de maand Ramadan. Ja. Dat wordt er gevast. En vanwege mijn drukke schema kon ik niet alle 30 dagen vasten voorheen. Ja. Maar het is me tot nu toe wel gelukt om al die dagen te vasten. En ik hoop dat ik hem kan afmaken. En voel je het beter nu, geestelijk, lichamelijk? Veel beter. Ik heb nu ook veel meer tijd om te bidden. Mm-hmm. Ja, dus dat is wel een positieve kant. En we zien dat in deze periode een aantal artiesten toch wel heeft besloten, weet je, wat voorlichtingssongs te maken. Nooit aan gedacht? Eerlijk gezegd, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Naar je luisteren. Want we gaan online door met Conservatorium en met ADEC. Ik krijg vanaf maandag ook online take-home tentamens vanuit ADEC. Dus ik ben ook druk met studeren. Dus dat gaat door. En zo'n veelbelovende artiest als jij, waarom heb je op een gegeven moment toch besloten, want je zegt, je pakt die rechte studie weer op. Dat wil zeggen dat je het eerder al ermee was gestart, maar gestopt was. Ja. Maar waarom ga je toch weer terug? Is er geen toekomst in het artiestenleven? Niet. Ik had eigenlijk niet veel meer. Ik had maar een paar vakken over. Oké. Dus eerlijk gezegd, ik had het wel druk met mijn carrière. Mm-hmm. Maar als ik 's avonds sliep, dacht ik er wel aan van, is wel zonde. Ik moet het afmaken. En zo heb ik dus vorig jaar in september, toen ik terugkwam uit Nederland, heb ik dus besloten om het even af te maken. Het is een jaartje, ik maak het even af. En dan kan ik weer doorgaan. Maar dan ga je gewoon door. Maar wat is voor jou belangrijk, toch wel iets in de kant van het juridische of toch wel je muziekcarrière? Want als we kijken naar Suriname SEC, kan je niet echt leven van het artiest zijn. Of toch wel? Bij mij ging het eigenlijk nog goed. Ik kon er meer van verdienen. Ik ben ook vaak in Nederland voor optredens. Aan de andere kant, ik vind het leuk, die studie, rechten, het is leuk, het is spannend. Ik kijk gewoon waar ik... Wat het wordt. Ja, precies. Zolang ik nog geniet van mijn carrière, blijf ik doorgaan. En als ik op een dag zeg van, het is genoeg geweest. Dan heb je toch altijd iets om op terug te vallen. Precies. En nu dat ik aan het afronden ben, vind ik het zo leuk dat ik denk aan masteren. Ja. Dus ik moet even kijken wat ik wil. En wat doe je precies op het conservatorium? Ik heb daar als hoofdvak zang en als bijvak piano. Oké, dus je gaat piano doen en zang, instrument bespelen en ook zingen. Ja, ik heb intussen eigenlijk al een jaar leer ik privé gitaar spelen. Mm-hmm. Dus piano is dus nieuw voor me. Dus multigetalenteerd? Dat niet. Ik denk dat iedereen wel kan leren. Als je wil leren, kan je van alles leren. Oké. En heb je boodschap naar je collega-artiesten die nu echt een beetje zo in de put zit? Ik zal niet praten van iedereen, maar hun inkomsten zijn gekelderd van dat bijna niets tot nul. Ja, ik snap het. Sowieso niet opgeven. En je kan online tegenwoordig, zie het nu als het tijd om een beetje zang of muziek te gaan studeren. Je kan online zoveel dingen leren. En aan de andere kant, wat inkomsten betreft, zou ik zeggen van, we hebben zoveel online streaming platformen. Kijk naar onze eigen Trackdrip. En je hebt verder ook Spotify, TuneCore. Wil zet je liederen daar en dan als mensen van daaruit luisteren en downloaden, dan verdien je ook wel wat. En het online studeren, vaak zeggen mensen van, het is moeilijker. Want je had het eerder erover, het sociale contact is er niet meer. Heeft dat effect op je studie?
Want je bent toch wel op afstand. Het is sowieso wel anders. Mm-hmm. Vooral als je bijvoorbeeld een college volgt en het zit vast vanwege internet en wifi. Mm-hmm. Dat soort dingen zijn lastig en dan kan het niet doorgaan. En moet je weer een andere dag schedulen. Maar dat is niet zoveel gebeurd hoor, mm-hmm. 1 of 2 keren. Het gaat wel, maar sowieso persoonlijk volgen is wel anders. Mm-hmm. Is veel anders. Maar het kan niet anders nu. Oké, okay, ja. Ja. Terug naar je artiestenleven. We zien dat het laatste, tenminste wat ik heb gezien hoor, is dat je een collaboratie hebt gedaan met Replay. Had je nog meer op schema? Want dat komt toch een beetje on hold? Ja, eigenlijk zou ik na Replay even niks doen. Oh, oké. Okay. Dat was al gescheduled. Ja, okay. Want ja, vanwege mijn studie. En dan zou ik na augustus weer, ik zou in september naar Nederland gaan en van daaruit weer. Maar ik moet wel zeggen dat ik deze periode wel wat afspraken heb met andere artiesten die iets samen willen doen. Surinaamse of Nederlandse? Surinaams. Okay. En we zijn al zo'n beetje bezig. Maar ik doe het rustig aan. Okay. En ik begrijp ook dat je naar India ging of zo, of nog gaat? Dat was al geweest. Mm. Dat lied is ook al opgenomen. Okay. Maar de film moest nog gereleased worden. Dus... Een Bollywood film? Ja, een Bollywood. Oké, okay, mooi. Vertel ons een beetje dan. ik heb 1 lied mogen zingen voor een nieuwe Bollywood film. Kya Mastik Ya Dhoom heet het. Het is een comedy film en het is een item song in de film. En ja, nu weet ik even, het zou eigenlijk vorig jaar uitkomen, maar ze waren nog bezig met editing en dat soort dingen. Maar nu, vanwege de situatie, weet ik niet wanneer de film uitkomt. Misschien weer een beetje een paar regels voor een single laten doen het hoor. Ik weet niet of dat zo moet gaan. Dus daarom zeg ik misschien voorzichtig. Liever niet, denk ik. Ik begrijp het helemaal. Nee, heel mooi. En nou ja, bedankt voor je komst naar de studio. Wat zou je, als we kijken naar de situatie in Suriname, wat zou je graag willen? Wat ik zou willen? Met betrekking tot die hele COVID. Wat is voor jou belangrijk in deze tijd? Wat ik zou willen is dat het er niet was. Die COVID-situatie, dat het er niet was. En ik vind dat het heel goed is aangepakt. Mm-hmm. Het heel COVID-team en het heel team. Ik vind dat ze het heel goed doen. Ik kijk elke maandag, woensdag en vrijdag naar de updates en... Allemaal heel duidelijk en ze hebben het echt goed aangepakt. En daar ben ik heel trots op. En ik hoop dat het heel gauw... Ze zeggen, COVID gaat niet meer weg, zeggen ze. Ja. Maar ik hoop toch dat het weggaat. God is groot. Amen. Dankjewel. Dankjewel voor je komst naar de studio. En voor de mensen thuis. U weet wat u moet doen. Het is bijna een nieuwe normaal geworden dat je handen nu flink moet wassen. Met zeep, de hele dag, als je het aan mij vraagt, sanitizen, alcohol, dat alles gebruiken zoals wij het in de studio doen. Social distance op nahouden, niet te veel in groepen. De overheid heeft wel aangegeven dat de maatregelen versoepeld zijn, maar hou toch wel rekening. 50 mensen mogen nog bij elkaar komen, maar dan nog moeten de regels in acht worden gehouden. Niet wanneer de overheid zegt van 50 mensen mogen nu bij elkaar zijn, dat we... dicht bij elkaar kan gaan zijn. Niet met te veel mensen in een ruimte. Dan weten we zeker dat het goed komt. En als je moet hoesten, niezen, nog altijd in de holte van jouw elleboog. Zo beschermen we ook ons medemens. Want je weet niet wie het heeft. Dat is het gevaarlijke van deze ziekte. Bedankt voor het hebben willen kijken. En tot morgen voor een nieuwe aflevering. Dag.